Okie-dokie, daily challenge tonight. Um... Colombia. I know Colombia, Mexico, Guatemala. Toen ik eerst die palmboom zag, toen dacht ik dat we in, 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 uh, in de hoek van Zuidoost-Azië moesten zoeken, maar. Ik denk zomaar. Kom auto. Zonder nummer Het lijkt me witte nummer dus dan. Oké. Okay. Uh, huh. Als die nou ook geen nummer zou dit Panama kunnen zijn? We weten dat Panama geen nummerborden op de voorauto's heeft. Dit is of Panama of Puerto Rico denk ik. Het is sowieso geen. Ik denk dat het Panama gaat zijn. Tenzij dit echt een, een, een. Ja, het kan hoor, dat dit. Rico op een of andere manier is, maar. Nee, want er zit hier wel een voorblad op. En we weten dat er auto's wel zijn. Die een. Um, dat er wel auto's zijn met een voorplaat erop in Panama. Dat hebben we toen gezien, laatst. Ik denk dat dit Panama gaat zijn. Ik weet niet of ik goed zit, want ik weet niet hoe groot dat het uh, veld is dat. Uh, dat bespeeld wordt. Misschien. Ik weet niet hoe goed de rest van Panama eruit ziet. Anders is het misschien nog wel leuk om Panama te proberen. Uh, normaal, ook al is dit Panama niet omdat uh, platinum te krijgen. Ik heb, gisteren heb ik uh, Kroatië Platinum gekregen. En toen ben ik begonnen met uh, laals En uh, nou ja. uh, dat was niet zo'n gigantisch succes. De e <laughs> ik heb het na de eerste heb ik het al opgegeven. En, uh, toen heb ik dus maar in het wilde weg welke steden dat het zouden zijn. Heeft me alsnog zilver opgeleverd. Daar niet van, maar goed. Nou, ik zat wel goed met mijn Panama. Ha! Niet. Uh, nee, dit zal. We hebben geen bewaking dan tenzij dit de bewaking is. Nigeria of Canada? Eh, Canada. Kenia. Canada! Haha! <laughs> Ik <laughs> uh. <laughs> kan uh, veel veranderd uh, de laatste tijd. <laughs> Het is een keer uh, een stuk uh, tropischer geworden. Um... Nigeria. I, Waar ligt Ajouan? Ik gok niet dat het hier boven zal liggen. Ik ben met name benieuwd of het eventueel een, uh, een, zoals dit, een, een, een buitenwijk van een grotere stad is. Ik denk toch dat we verder moeten zoeken. Oh, of het is toch een veel kleiner stadje dan dat ik denk. Dat kan, dat kan natuurlijk ook nog. Hè. Ik bedoel, het is niet onmogelijk dat het gewoon een kleinere stad is. Maar nou, eerst even kijken of we uh, een Azhubon hebben in. La, <coughs> Sorry, ik heb een kibbeltje in mijn keel dat me niet weg wil. Abuja kunnen we ook nog even kijken. niet op. Hè. Terug naar een start. Uh, nee, dit is de kant die we toen net op gingen, dat wil ik eigenlijk niet. Maar ik zeg deze kant vind ik ook niet erg dat we opgaan, maar. Net niet goed te zien. Ik zeg, het, ik, als ik dit zie, dan denk ik wel dat het een grotere stad is. Maar ja. Waarom geef je niet gewoon je adres op met de grote stad erbij? Kur. Uh, weet dat als je ik denk dat het gewoon een... Het een, een... Dus is wel een... Hoe ver moet ik in godsnaam inzoomen inzo om Ajewon te zien? Oh wel. Ik ben al blij dat... Uh, uh, dit, dit, dit is gegarandeerd, een van deze hier. This is Chili of, of uh, Argentinië in... Uh... In het uiterste uh, zuiden van beide landen. Santa... Uh, ik heb een beetje moeite om dat te geloven. Nee, ja, het klopt toch wel. Is het dan Rio Carlos misschien? Het is dan wel inderdaad in het in het uh, in het zuiden van uh, hoe heet het van dingen van 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 uh, Jezus. Van Argentinië, maar ik, ik, ik had het niet zo noordelijk. Ja, dat klinkt echt heel stom om het zo te zeggen: van ja, het is zuidelijk, maar ik had het niet zo noordelijk voor. Het. Oprecht niet. En gezien de grootte van, van, van alles, moet dit wel Rio Calos zijn? Dat kan bijna niet anders. Maar ja, dit. <laughs> hey, ik ben blij dat ik het door heb. Maar... Het is ook niet heel moeilijk om het niet door te hebben. Maar. Ja. Uh... Ik had hierover na moeten denken. Want ik heb hier de straten wel. Maar. Ja, ik ga het toch niet precies vinden. Wauw, toch wel redelijk dichtbij. Next one. De, nou, gebaseerd op dit zou ik in eerste instantie Duitsland zeggen, maar het is wel een Europese land, zo te zien. Of lijkt het maar zo. Nee, dan zou dit wel eens Rusland kunnen zijn. Ja. Oh boy. Oh no. Waarom? Waarom moet dit Rusland zijn? Er is een hele kleine kans natuurlijk dat dit... Um, ...Oekraïne nog is. Sint-Denis... Ja, probeer dat maar eens te vinden. Rusland is zo groot. Misschien is het bevestigd dat het inderdaad Rusland is. En niet dat dit uh, zometeen in één keer ook geïnbreid zijn. Ik wil een, 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 een. Dat is gewoon wit. Dat is dezelfde auto. Waarom zou je denken dat ik naar de andere kant wil gaan? Oh, Rusland. Wat ik zeg, het is ook gewoon een grote stad, dus het is niet dat ik zoiets heb van, ah, het is maar een klein stadje, ik kan dit niet vinden. Uh, ik denk dat het PO, wat daar staat, dat het .ru is, als ik het goed... Nee. Dat. Nou, zal het misschien een, een, een gepersonaliseerde. Ik ik heb echt. Het lijkt wel een klein beetje hierop. Dit. Niet helemaal, maar. Ik ik oh wauw wat wat. Ah, dit had ik oprecht niet verwacht. Ah, dan goed, dit als afsluiting. Echt waar. Nou, ik zou. Ah. Oh. Kijk, misschien dat het, dat het nog wel goed komt. Wordt niet links gereden. Ah, oh, sorry, ik had een ik had Iets in mijn oog. Spaans of Portugees sprekend? Ah, oh, man. Weet je, met al het andere. zal dit dan ook wel Brazilië zijn? Oh, ik hoop gewoon dat ik een provinciale weg vind. Of iets? Oh ja, het is precies. Oh man, echt waar. Oh. AP. Ga weg. AP. maak Makapa. <tie> Ah. <laughs> uh, ik hoop niet dat er een netloos billboard is. Please nee. Oh man. Nee. <laughs> uh, 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 uh. uh. Serieus, als we dit krijgen, als we deze halen. Met Rusland, met Brazilië erin. Met Panama, dat ik voor verder echt compleet niet ken. Met een minder zuidelijk Argentinië dan ik dacht erin. Oh, Wauw. Dit zal niet mijn hoogste score ooit zijn, maar dit kan misschien wel eens mijn beste rond. Een van mijn betere rondes ooit zijn. Dan meen ik serieus. Dit, dit, als, mits dit natuurlijk inderdaad Makappa is. Dat moet wel gezegd worden, want als dit uiteindelijk uh, Rio de Janeiro blijkt. dan is er ook echt gewoon niks voor waar. Oh, we zullen het zien. Ik wil niet kijken, maar ik moet het wel doen. Hallo. Ja! ja. Ah! Oh. Ja! Man! Ah! Oh ja, en een Nigeria waarvan we niet wisten waar we precies zaten. Oeh, deze echt. Wat ik zeg, het is echt niet. Het is zelfs nog best wel een score ook. Ik dacht dat het meer richting de 22.900 of zo zou gaan. Maar. Ah. Deze, de, wat ik zeg, deze voelt echt, echt goed aan. Oh man. En wat ik zeg, gewoon ook zonder de makkelijkere uh, landen, zeg maar. Zonder de, de, een, een, een keer een Europees land of een. Uh... <laughs> Uh, Singapore of zo, zeg maar, Japan. dat zijn ook allemaal van die herkenbare dingen. Niet altijd makkelijk, maar nog wel redelijk te doen. Maar dit zijn. Dit <laughs> ja, wauw. Morgen weer een dag. En een nieuwe Daily challenge. Tot morgen.